Ik herinner mij nog gelijk dat gisteren was toen dat de oorlog begon. 3 augustus 1914. Duitsland verkleurde de oorlog aan Frankrijk. Meerdere soldaten vertrokken die dag naar Gent en Petersdorf. 4 augustus 1914. In Duitsland verkleurde de oorlog aan België. De koning Albert I vechtte samen met zijn soldaten zij aan zij. 5 augustus 1914. De meid maakte mij wakker en vertelde me dat hier de straten vol stonden met soldaten. 19 augustus 1914. Die dag zijn ik vrouw Tiekoen met haar stoofkind in haar armen. 12 april 1915. Om 9:15 s'avonds hoorde ik een ongevoel gerotel in de lucht. Ik ging gaan kijken langs mijn tuinroom, maar ik was te lukken om iets te zien. Daarna hoorde ik dat de zetting was neergestort. 9 juli 1915. Op het Roofsteen staan er allemaal machinegeweren en telkens komt er uit een andere streek nieuws van beschieten van steden en verwoestingen van merkwaardige bomen. Zoals de vernieling van de kerk van Arras door granoten. 17 september 1915. Bij het binnentreden van de stad Lier treft ik overal vernieling aan. Alle huizen hadden sporen van vernieling. Gooiten in de muur, gesprongen spiegelruiten en room die gewoon verdwenen worden.